Ik heb voor de gemeente gekozen omdat ik heel graag deel uit wil maken uit het proces burgeroverheid. Er zijn heel veel ontwikkelingen gaande in gemeenteland op het gebied van het makkelijker maken voor de burger. En ja, het is gewoon geweldig om daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Ik werk bij de afdeling juridische zaken van het Stadsdeel Oud-Zuid. Ik werk daar 36 uur per week. En het werk dat ik daar doe is het behandelen van bezwaarschriften. Het kan namelijk voorkomen dat iemand een vergunning heeft aangevraagd voor het bouwen van een dakkapel. Maar zijn buurman is het totaal niet mee eens. Dus dan dient zijn buurman een bezwaarschrift in. Op dat moment is de buurman een bezwaarder. En degene die de vergunning heeft aangevraagd, de vergunninghouder. Ik ga dan het bezwaarschrift behandelen op een aantal eisen die zijn vastgesteld in het Algemene Wet Bestuursrecht. Als bijvoorbeeld een handtekening ontbreekt op het bezwaarschrift, dan stuur ik een briefje aan de bezwaarder met de vraag of hij alsnog een handtekening wil zetten op zijn bezwaarschrift. Wat ik ook doe is een brief sturen naar de vergunninghouder met de mededeling dat er een bezwaarschrift is binnengekomen. Nou, wanneer het helemaal compleet is, ga ik over tot het plannen van een hoorzitting. Ik plan alleen de hoorzitting, ben er zelf niet bij. Dat is mijn collega secretaris. Die werkt ten behoeve van het Algemene Bezwaar- en Beroepscommissie. Tijdens de hoorzitting kan de vergunninghouder aangeven waarom hij vergunning heeft aangevraagd. En de bezwaarder die kan toelichten waarom hij het niet eens is met dat zijn buurman een vergunning heeft gekregen. Nou, wanneer dat helemaal is afgerond, maakt het Algemene Bezwaar- en Beroepscommissie een advies. Die geeft het advies weer aan mij. Ik moet het weer doorgeven aan degene die de vergunning heeft verleend. En dan vraag ik ook van, goh, ben je het eens met het advies of niet? Het komt vaak voor dat ze het wel eens zijn met het advies. Dan komt het weer bij mij terecht en dan moet ik een beslissing op bezwaar maken. En om de beslissing op bezwaar ook te publiceren aan de vergunninghouder en bezwaarder, maak ik een kennisgeving. En dat is eigenlijk het einde van het bezwaarschriftenprocedure. Je moet heel precies en nauwkeurig te werk gaan. Het is echt heel belangrijk om geen enkele stap over te slaan. Het kan maar net gebeuren dat je bijvoorbeeld vergeet dat je de vergunninghouder op de hoogte stelt van dat er een bezwaarschrift binnen is gekomen en het gaat om een kapvergunning. Nou, de boom is inmiddels al gekapt, maar dan adviseert de Algemene Bezwaar- en Beroepscommissie dat het besluit niet genomen had moeten worden. Dan zit je toch met twee tegenstrijdige besluiten. Nou, en uiteindelijk ben jij degene die verantwoordelijk is over de ingekomen bezwaarschrift. Je had je werk goed moeten doen. Nou, en echt om dat te voorkomen moet je gewoon heel nauwkeurig en precies te werk gaan. Tijdens mijn opleiding heb ik de MINO bestuursrecht gedaan. Ik heb daar speciaal voor gekozen omdat ik de relatie tussen de burger en de overheid heel erg leuk vond. En ik was er ook heel erg geïnteresseerd in. Dus ik ben ook speciaal voor mijn afstudeeropdracht ben ik op zoek gegaan naar een gemeente waar ik zou kunnen afstuderen. Ik ben dan ook terechtgekomen bij gemeente Velsen. En tegen het einde van mijn afstudeeropdracht heb ik eigenlijk aan mijn opdrachtgever gevraagd van of die een gemeente of stadsdeel kent waar ik zou kunnen beginnen na mijn afstuderen. Toen heeft hij contact opgenomen met de afdelingshoofd hier bij Juridische Zaken. En zodoende ben ik eigenlijk na mijn afstuderen hier terechtgekomen. En vanaf volgende week ga ik in een dienst bij een detacheringsbureau. En die geven mij de gelegenheid om kennis te maken met andere gemeenten en stadsdelen. Waardoor ik voor later een betere beeld kan creëren voor mezelf waar ik het liefst zou willen werken. Ik heb voor de gemeente gekozen omdat ik heel graag deel uit wil maken aan het proces burgeroverheid. Er zijn heel veel ontwikkelingen gaande in gemeenteland op het gebied van het makkelijker maken voor de burger.
Ik heb zelf bij gemeente Velsen een project vereenvoudigen van vergunningen gedaan. En hier bij het stadsdeel decentralisatie van regelgeving. Het zijn projecten waardoor je het voor de burger heel makkelijk kan maken. En ja, het is gewoon geweldig om daar een bijdrage aan te kunnen leveren.